hang letterlijk in het rad. Zeer hoog met prachtig uitzicht. Curtis staat op het terras van onze woonunit met al even mooi uitzicht, geloof ik. Ja, absoluut. Alleen maar mooie vrouwen hier op het terras vandaag. Want niet alleen onze moeders zijn hier. Maar ik heb een reden om vrijdag naar Sterren op de dansvloer te kijken. Want Jelle van Daal van Let's Go danst mee. Hallo, goedemiddag Jelle. Hoi Kurt, alles goed? Absoluut, nu nog, nu vooral. Zeg, Sterren op de dansvloer, was je onmiddellijk over om eraan mee te doen? Eigenlijk wel, omdat ik had het gezien op televisie en ik dacht van amai, vragen ze mij daarvoor? En ik vond het zo leuk dat ik echt niet heb getwijfeld om mee te doen. Het begint allemaal vrijdag, hoe ver sta je al? Oh help, vrijdag al, het zijn nog maar 2 dagen. Ja, we hebben de eerste dans af. Het is nu alleen nog de details en gewoon nog repeteren. Hoe meer je doet, hoe beter dat je dit eigenlijk kunt. Maar vooral, ja, we zijn gewoon aan het genieten van de laatste repetities voor de eerste dans. Zeg, jij danst natuurlijk ook bij Let's Go. Is het te vergelijken? Absoluut niet. Want ik dacht natuurlijk, ik kan dansen. En ik kwam er dus aan bij de eerste repetitie. Ik dacht van, oh nee. Ja, Pascal zei ook van mijn partner dan. Hij zei, wat gaat dit zijn? Het gaat de moeilijkste opgave ooit zijn. Dus ik heb mezelf wel een beetje zwaar overschat. Ja, je zei het al, je hebt je danspartner Pascal meegebracht voor echte diehard fans. Die gaan jou kennen, want je hebt 4 edities meegedaan, Pascal. Fris ons geheugen eens op. Nou, ik heb in het eerste jaar heb ik met Natalia gedanst. Dat is lang geleden, ben ik 2e geworden met haar. Het jaar daarna met Katrien Moerkerke, ook 2e. En toen dacht iedereen, zoals in België zeggen ze, 3e keer goede keer, hè? Dus ja, de 3e keer zou dan de goede keer moeten zijn. Het zou dan met Dominique zijn geweest. Dominique Monami, maar toen werden we 6e. En de 4e keer is niet met Jelle. Ja, 4e keer is goede keer. Voilà, zo gaat dat hier in België. Okay. Dans ze goed? Ze dans heel goed, heel goed. En ik vroeg ook in het begin aan haar van, of ze dan kon dansen vanwege, hè, dat ze bij Lasco dus zingt en dacht ik dans. En toen zei ze, ik heb niet voor niks 2 danseresjes meegenomen, elke keer. Wel een pittige combinatie, hè, Jelle? Last Go en Sterren op de dansvloer? Ja, het is, voor mij is het de laatste 2 weken enorm zwaar geweest. Omdat ik door de week heel veel heb moeten optreden. En dan was het echt thuiskomen, s'nachts, s'morgens eigenlijk. En dan opstaan om te gaan trainen. En dan het weer door naar een optreden. En dan, het is heel zwaar geweest, maar ik vind het, het is het allemaal waard. Ik ben nog gelukkig heel jong, dus ik kan het nog wel aan. Your hands up, come on everybody! Woo!
Ja, Over You en Let's Go. Bedankt voor je komst en veel succes vrijdag.